Ik droom ervan als ik hier over een paar jaar met de fiets door dit dorp rijd, dat er dan overal velden met veel voedsel en vruchten en kruiden en bloemen groeien. En dat mensen kunnen delen in een overvloed. Il y a une transformation obligatoire. C'est le rapport à l'argent et le rapport à la planète qui doivent être mis en avant, compris par la masse. Persoonlijk droom ik van een wereld waar we terug samenwerken met de natuur. Ik ging op zoek naar alternatieven voor onze huidige manier van leven en ik kwam terecht bij voedselbossen. Als het heel warm is, is het hier toch nog koel. Als het heel nat is, is het hier niet zo nat. Als het heel droog is, valt het hier ook wel mee. Dus dat is eigenlijk een van de grote voordelen van bossen. Die gaan eigenlijk een bufferende werking hebben als het gaat over klimaatverandering. Oh, voilà. Mon dieu, c'est quoi ça? Ah, ça. Est-ce que c'est l'avenir de l'homme, peut-être? Oui. Si on veut bien les replanter, hein, ben il y a 6000 et des tiroirs avec tous les légumes et plantes comestibles. Als je ziet dat op de markt in de winter al vaak 80% van het voedsel nepvoedsel is, gewoon op water met infusie van chemie gekweekt, dan is het heel simpel wat hij kiest, hè, voor de komende generatie. Welke verantwoordelijkheid hebben we dragen? Hè. En dan nog, ja, mede, de grond, de aarde. Onze levende planeet, en dit is een levend organisme. Ik ben ook een levend organisme, maar we leven samen. Hè. Ik had ook dezelfde droom. Echt? Meer van dit, overal. En als je dan met zo'n voedselbos werkt, dan is eigenlijk alles tegelijk aanwezig, zowel je medicijn als je voeding. Hier, die lianen in die boom, dus dat zijn kiwibessen die eigenlijk die wel gebruiken als opklim. Maar dat is eigenlijk een soort mimicry ook van hoe dat het in de natuur zelf verloopt. Wij gaan dus datzelfde principe toepassen. Ah non, 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 il ne faut pas arroser. Il faut surtout pas arroser, c'est une des techniques. Il faut penser que la plante va chercher elle-même plus profondément, elle va envoyer les racines beaucoup plus profondément pour avoir l'eau. Bomen dienen als mulch, bomen die dienen als brandstof, bomen die dienen om vruchten op te kweken. Dus er staan hier zoveel verschillende bomen met zoveel verschillende functies. Ben voilà, tu as la jungle là, tu peux y entrer, tu vas trouver beaucoup de choses. J'espère que tu ne te perds pas. Ok, si je ne reviens pas dans une heure, il faut... Appeler de l'aide. Oui, c'est ça. Merci. C'est une forêt comestible qui est vraiment en train de retourner à la nature. Mais incroyable combien de trucs comestibles qui sont ici. C'est vraiment un rêve d'être ici. Ik reisde door België en ontmoette de pioniers achter deze voedselbossen. Ze tonen me dat een voedselbos de aarde zou kunnen herstellen en de mens terug in contact kan brengen met de natuur. Het is bewezen dat er een bacterie in de grond zit die endorfines eigenlijk vrijmaakt in uw lichaam, waardoor dat je een goed gevoel krijgt. Dus ik ben eigenlijk grote voorstander van groen binnen de psychiatrie. En je ziet dat ook, hè. Ze komen hier toe en ze zijn bezig en je ziet hun gezichten zo openbloeien. En ze zeggen dat ook van, oh, het was fijn, hè. Het was fijn vandaag. Ja. Ik denk dat er veel verwacht wordt van mensen in de maatschappij. Dus ik denk dat mensen ook een beetje contact met de natuur terug missen. Te veel achter de bureau, in het verkeer. Ik denk dat mensen dat missen. Je rêve d'une humanité qui partage et où on travaille contre son propre égoïsme, où les jardins soient une obligation pour la santé des humains et leur bien-être, leur bonheur.
Voilà.